Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. We gaan ook naar 24 toe, naar de verkiezingen toe. We waren bezig over een blog, hè? Ja. Je ondersteunt die met cijfers, met statistieken, feitelijk heel juist. En toch blijven wij als Bink, ja, we blijven een ontevreden Bink. Ja. Dat je niks met uw blog te maken. Nee. We gaan het in de Stadsmonitor zien. We voelen ons onveilig. Terwijl de criminaliteitscijfers anders duiden. Ja. Er is genoeg te doen. En toch krijgen we hier... Heeft dat iets te maken met... En dat is een beetje mijn stokpaardje. En ook een beetje uw stokpaardje. Met de veranderende demografie. Die moeilijk ligt. Dat speelt daar zeker niet mee. We moeten daar geen piepenbergen in spelen. Dat speelt zeker mee. Maar... Of met invloed op het onderwijs, op sociale huisvesting. Maar onveiligheidsgevoel wordt vooral via sociale media, via Facebook, aangekweekt. Als ik beweer, of ik beweer dat niet, ik ervaar het zo van, voor mij is het wat dat betreft niet echt een probleem, ja? Dan geloven mensen mij niet. En dan lachen mensen mij uit. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar jij weet niet wat er allemaal gebeurt in Turnhout. Ik denk, als er iemand is die bijna dagelijks opvalt wat er in Turnhout gebeurt, dat ik het wel ben. Dus ik weet perfect, demografische ontwikkeling. Je woont niet in Zwanenveld, hè? Nee, ik woon niet in Zwanenveld. Ah, ik woon ook niet in Zevenhout. Je woont niet in Zevenhout, dat bedoel ik. Woon niet in Zevenhout. Dus ik denk dat ik veel beter weet dan nogal wat beleidsverantwoordelijken in Turnhout, wat dat leven, samen leven in een steeds groeiende diversiteit in deze stad, wat dat betekent. Het is ook niet een problematiek die eigen is aan Turnhout. Nee, het is ook geen problematiek, maar het is hier wel zeer snel. Ja. En dat bewijst inderdaad... Te snel? Als het te snel en te weinig aangepakt wordt. En in die zin betreur ik het dat enkele jaren geleden lanceerde Astrid Witteboom, nog steeds schepen in Turnhout, de campagne Bink en ik zijn de Vreter. Ik vond dat een schitterende campagne, die zelfs ondersteund werd met grote affiches op bussen van de lijn, die door Turnhout, maar ook niet alleen door Turnhout reden. En dan komt men nu plots met een campagne thuis in Turnhout, met levensgrote foto's. Mooi voor die mensen die daaraan meegewerkt hebben, maar dan zeg ik, en waarom moet dat nu plots thuis in Turnhout zijn? Waarom bouw je niet verder op Pink? Ja? Dan had je tenminste die herkenbaarheid van de niet vreemde Binken kunnen behouden. Nu zegt men, thuis in Turnhout, zal wel zijn zeker, gelijk als met de wintersalon, dat mag niet meer kerstmarkt doen. Ja. Dus men weet die dingen aan. Vanuit bepaalde hoeken, maar we ons ook geen illusies over, maar heel bewust. Hè. En hoe gaat dat zich vertalen naar de verkiezingen? Wordt dat het thema in Turnhout? Bij de lokale verkiezingen? Dat is het thema, nu al. Ik kijk naar Nederland, hè. Ja. Dat is het thema. Ja. En de kans is groot dat wij op 1 januari 2025, dus na de verkiezingen, dat er in Turnhout heel rechts zal gestemd worden en dat we de meest linkse coalitie krijgen. Die kans is heel groot. Ja? Gaat dit college verder? Dit college in deze vorm? Ja. Nee. Omdat ze er niet komen met... Als de peilingen kloppen, dan komen ze er niet. Dan moeten ze met alles wat niet van het VB's en de PvdA gaan samen. Groen vervangen door Tim? Bijvoorbeeld. Ja, niet vervangen, hè. Maar zullen ze allebei nodig hebben. Hè? Ja. Om een werkbare meerderheid te hebben, ja. 18 is te nip. Maar als ik het kort samenvat, Vlaams Belang wordt het grootste, maar we krijgen een links, centrum-links college. Die kans is heel groot. Als er inderdaad niet wordt samengegaan met het VB, en voor mij hoeft dat niet, maar ik ben niet de politieke. Hè? Ik ben niet de politieke. De kans is reëel, hè? Dat er niet wordt samengegaan. Ja, voilà. Dan krijgen we een heel links bestuur. Zonder twijfel. Hebben verkiezingen dan ook zin? Ja, verkiezingen hebben altijd zin, ja. Maar het zal de tevredenheid van de burger niet verhogen. Ja, ben ik en sommige dingen die dan beleidsmatig ook weer goed bedoeld, maar verkeerd uitvallen, op een gegeven moment beslist de stad van we gaan de lichten s'nachts door. Ik garandeer u, ik kan het niet meten, hè, Michael, maar ik garandeer u dat het onveiligheidsgevoel in Turnhout met 15% omhoog gaat. Ja, ik heb het zelf zo ervaren. Ja. Vriendin woont in de Pieter de Nefstraat. Ja.
vond dat s'nachts te donker. Men kwam niet meer weg. Ik was niet op mijn gemak. En dan krijg je opnieuw de invloed van die sociale media, die sterker en sterker, waar mensen zeggen, oh, wat trek je op, en je zult zien, er zullen nog op diefstallen zijn, en zullen veel meer inbraak. Net het tegenovergestelde was waar. Want als je daar dan op reageert, of andere mensen op reageren, om te zeggen, ja maar, die inbrekers, die moeten dan een pullicht aandoen en die vallen dan beter op dan wanneer de straat verlicht is. Ja, dan wordt dat door niemand geloofd. Dus dat heeft het onveiligheidsgevoel met etterlijke procenten omhoog gejaagd in Turnhout. Had men dat beter niet gedaan? Het was natuurlijk bedoeld als besparingsmaatregel, een energiebesparende maatregel, maar het was geen gezonde, het was geen goede maatregel. En dat moet men dan ook inzien. Het zijn eigenlijk dingen die zijn niet voor herhaling van. Je bent een beetje daarnet, een klein beetje kritisch op sociale media. Maar je bent zelf ook heel actief op. Absoluut, ja. In een beetje soms wel een dubbele situatie, want je zegt ook, met één bericht krijg ik positieve reacties en andere berichten word ik uitgehond. Dat is wat ik bedoel met die mentale lenigheid. Hè. Je moet dus inderdaad inschatten van, oké, deze blog, daar gaat men stil applaus op de banken, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En met deze blog, met dit onderwerp, gaat men totaal anders reageren. Ja. Het eigenaardige is, Miguel, dat het wel altijd dezelfde mensen zijn die reageren. Met A of met B. Ja, meestal. Dat is altijd. Dat is ook. En dan nog één thema. De werkstelling. En de doorstroming van mensen van niet-Europese afkomst naar de arbeidsmarkt. Ja. Dat is ook een puntje dat je in 2023 regelmatig hebt belicht. Hè? Klopt. Ik zie daar niet veel positieve evolutie, of wat verwacht je in 2024? Ik denk dat men de diverse programma's die daarvoor uitgewerkt zijn, dat men die wat overschat. Zijn er te veel ook van die programma's? Er zijn er te veel, maar ze zijn niet intens genoeg. Wat mij stoort, ik ga weer een heel concreet voorbeeld geven. Als ik in het veld stof kom, een project dat meer dan een miljoen gekost heeft aan de stad Turnhout om dat om te vormen, opleiding. En een opleiding naar de werkstelling in de horeca, van vooral leefloners. Elke keer als ik daar kom, zijn daar flexijobbers of studenten aan de slag. We hebben nog leefloners genoeg. Ja. En dat is een foute instelling. Ik vind dat als belastingbetaler, ik vind het project aan zich nobel. We moeten inderdaad mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen opleiden. Maar doe het dan ook. Hè. Schakel dan niet over op jobstudenten, schakel dan niet over op flexijobben, maar zorg dat je voldoende mensen daar hebt die vandaag leefloongerechtigd zijn, ook moeten ingeschreven zijn als werkzoekende. Ik geef dat als voorbeeld om te zeggen, kijk, men pakt dat niet grondig mee. En daar heb ik ook geen vertrouwen in. Maar is dat een politieke keuze of kan men niet anders? Ik denk dat men te veel pampert. Men heeft een paar jaar geleden is... Is dat waar het linkse beleid dan? Ja, klopt. Een paar jaar geleden is Luc Oddebeke, toen nog OCMW-voorzitter, gaan onderhandelen met de VDAB om te zeggen, kijk, wij doen het voor de leefloners, jullie doen het voor de werklozen. Ja? En laat ons onze plan trekken met de leefloners. Dat is geen goede zaak. Wij betalen belastingen, 11 Vlamingen, om de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, te laten werken. Dat gaat niet dan ook werken. En het excuus van, ja maar dat zijn mensen die hebben trauma's te verwerken en die waren op de vlucht. Dat is niet voor iedereen zo. Die mensen die hier terechtkomen in het kader van gezinshereniging, die zijn niet op de vlucht. Nee, die komen naar gezinsleden die hier ondertussen gevestigd zijn. Dat is een problematiek dat we niet enkel lokaal kunnen aanpakken. Hè? We kunnen niet lokaal aanpakken, maar we moeten wel in plaats van elke keer maar nieuwe mensen aan te werven. Ja. In begeleiding van, we moeten eigenlijk onze opdracht als stad, als OCMW zuiver houden. Wij moeten niet bezig zijn met begeleiden naar de arbeidsmarkt van deze landen. Dat is de opdracht van de Vlaam van de VDAB, punt aan de lijn. Oké. Wat wens jij Turnhout in 2024 toe? Want we gaan zo wel afronden. Ik wens Turnhout een bevolking die goed gaat kiezen. Hè? We zeggen dan, we stemmen allemaal voor de deur. Maar pas als er een nieuw bestuur komt, zullen we kunnen ervaren wie de goede of de betere zijn. Dus dat risico neemt de kiezer uiteraard voor zich. Maar ik hoop wel dat we toch evolueren naar turnhoutenaren die inderdaad terug opnieuw wat vier kunnen zijn. En dat heeft opnieuw te maken met hoe het openbaar domein eruit ziet. Ja. En hoe wij onze stad inderdaad
verkopen aan de buitenwereld. Maar daar zit, veel in de pijplijn. En er is een klein beetje toch een andere wind aan het komen daar. Hopelijk wel, ja. Hopelijk wel. En hopelijk heeft de stad ook voldoende financiële middelen om dat ook op termijn waar te maken. Het moet niet allemaal in 2024 gebeuren. Ook daarna moet er nog heel wat gebeuren. En wat kunnen we drijven op het toewensen voor 2024? Goede gezondheid, meer niet. Nog zoveel bloggen? Is dat goed voor uw hartje? Ik ga echt minder bloggen. Omdat de verkiezingen dienen zich niet aan om daarover te bloggen. Want dan ga je onvermijdelijk partij kiezen. Of partijen kiezen. Maar moet je niet de vinger, en moet je niet de vinger aan de pols houden? Ik zal, de kritische stem is toch essentieel? Ik zal zeker, als ik goed geïnformeerd ben, in de publicatie van de Stadsmonitor voorzien voor 24 januari. Belangrijk, hè? Dus voor mij is dat de echte barometer. Ja, dat de klopt, barometer dat klopt. Ja, dat klopt. Van de kranten enzovoort is niet onbelangrijk, maar de echte barometer is voor mij de Stadsmonitor. Daar ga ik zeker over doen. Ik ga die uitblazen, ik ga die proberen te situeren op zijn waarde enzovoort. Maar veel verder dan dat, ik ga niet om de haverklap, ik ga niet elk half jaar een 20-jarige bevolkingsevolutie. Daar hebben we geen boodschap voor. Dus ik ga zeker minder en voorzichtiger worden. Voorzichtig in de zin van, pas op met mensen, ik ga geen partijprogramma's beoordelen, niet geld. Dat is aan de kiezer, hè. Ik moet daar geen voorzetten in geven. En dat ook niet van plan. Ik ga dit jaar, kan ik afsluiten. En eigenlijk als ik nu zeg, ik stop met bloggen, dan stop ik op mijn hoogtepunt. Maar ik zet mijn blog op waakvlak. Oké. Voilà. Dan wens ik u het beste voor 2024. Graag. En bedankt. Dankjewel. Ook voor u trouwens. Ja. Wink TV.